Dankjewel. Begin 2020 had iedere organisatie wereldwijd een overtuiging over waar wij ons werk zouden moeten doen. Moest op kantoor gebeuren, zo niet, ging het compleet mis. Precies in dat jaar zijn we in het meest grootschalige experiment geplaatst met elkaar, wat we ooit hebben meegemaakt in hoe we werken. En nu een paar jaar later trekken we ook met elkaar de conclusie, ja, die overtuiging over waar wij ons werk moesten doen, ja, die bleek eigenlijk helemaal niet te kloppen. Maar we vergeten onszelf een vervolgvraag te stellen. En dat is, hey, als die overtuiging over waar we ons werk doen, als die eigenlijk niet bleek te kloppen, welke overtuigingen over hoe wij ons werk doen zijn nog meer niet langer juist? En in deze talk wil ik je mee gaan nemen in hoe de toekomst van ons werk aan het veranderen is en vooral ook hoe jij daar vandaag de dag al invloed op kan uitoefenen. En concreet wil ik dat met je doen aan de hand van 3 experimenten, waarbij ik vooral ook benieuwd ben of je in het 3e en laatste experiment, of je daar binnen de paar procent hoort die dat binnen de tijd kan gaan oplossen. Maar we gaan gelijk beginnen met het eerste experiment, een gedachte-experiment, waarin ik je 3 vragen ga stellen en de opdracht is om die vragen fout te beantwoorden. Doe de eerste 2 vragen even in stilte in je hoofd beantwoorden en de 3e en laatste vraag doen we tegelijk met elkaar hardop. Eerste vraag. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? In je hoofd een fout antwoord. 2e vraag. Wat is de munteenheid waarmee wij in Nederland betalen? En dan de 3e en laatste vraag. En die mag even hardop, tegelijk met elkaar klassikaal. Wat heb ik gisteravond gegeten? Roept hij maar. Goed. We gaan het even bespreken. Bij de eerste had vermoedelijk niemand Parijs. Maar je zal zien dat je een andere stad in gedachten hebt genomen. Bij de 2e... heeft niemand euro gezegd, maar je ziet dat we daar vaak kiezen voor een andere valuta. De 3e en laatste vraag is net even anders van aard. Want bij de eerste 2 vragen weet je het goede antwoord, blijven we daar in het kader denken van steden en van valuta, maar dan weet je in ieder geval, ik zit goed. De 3e en laatste vraag weet je even niet wat het juiste antwoord is, maar wat doen we? Wat heb ik hier ook weer gehoord in de studio? We kiezen een antwoord binnen het kader van maaltijden, waarmee je zo net wel degelijk het risico hebt genomen het juiste antwoord te geven. En dat kleine gedachte-experimentje laat zien dat wij mensen constant in kaders denken. Wij denken constant in kaders en onze gedachten die zijn repeterend. Maar dat is in deze wereld waarin we nu met elkaar werken en leven best wel funest. Want we zien dat ons verandervermogen, hoe wij omgaan met veranderingen, die klimt lineair omhoog. We worden naarmate we wat ouder worden steeds wat meer ervaren bedreven in het omgaan met al die veranderingen. Maar de lijn van de daadwerkelijke veranderingen die er op ons afkomen, die klimt exponentieel omhoog, alsmaar steiler. En we zijn nu op het punt beland dat we met ons brein niet meer kunnen overzien van wat komt er nu allemaal aan verandering op ons af. En dat betekent dat we anders om moeten gaan met ons denken. In die snel veranderende wereld heb je steeds minder vaak en steeds minder lang gelijk en waarvan jij denkt dat het de beste manier is om het werk te doen. Dus wat heel cruciaal is dat we nu die kwetsbaarheid met elkaar omarmen en ook zeggen, we weten dat we niet weten wat de beste manier is om het werk te doen. En dat is niet erg, zolang je dat maar omarmt in je cultuur. Want als je dat niet doet en je zegt ik heb de antwoorden wel, dan ontsla je jezelf van de leerervaring die er verscholen ligt in deze tijd. Belangrijk om je daarbij te beseffen, en dat zal je ongetwijfeld in je organisatie wel eens horen, we moeten met elkaar voor vernieuwing buiten het kader denken. Nou weet dit, op het moment dat je voor echte vernieuwing altijd buiten dat kader moet stappen, dan zou je kunnen zeggen dan is er wat mis met het kader. Als we het met elkaar hebben over ja, hoe we in de toekomst met elkaar gaan werken in organisaties en bedrijven, dan is het allereerst misschien ook even interessant om in te zoomen op wat is dan eigenlijk de definitie van een bedrijf of een organisatie. En als je dat gaat opzoeken in het woordenboek, dan kom je iets tegen in de trant van dat bedrijf of een organisatie een verzameling mensen is die samenwerken om met elkaar doelstellingen te realiseren. Al dan niet met een winstoogmerk. In die definitie, in de beschrijving, staat niets over dat het op een kantoor moet gebeuren. Staat niets over vaste werktijden. Dat we ook allemaal tegelijkertijd met elkaar aan het werk moeten zijn. Of dat 5 dagen per week moet. Dat zijn allemaal ideeën die wij eromheen hebben bedacht. En als we gaan kijken naar de toekomst van ons werk, dan zien we dat dat langzamerhand gaat verdwijnen. Want we gaan niet meer zozeer op de input van ons werk zitten, maar veel meer op de output die we genereren met ons werk. We gaan zinvol werk onderscheiden van zinloos werk. En dat kan je heel mooi illustreren aan de hand van 3 verschillende type categorieën werk. Allereerst zou je kunnen zeggen, heb je een soort A-werk. Je waardecreërende werkzaamheden. Daar wil je graag zoveel mogelijk van doen. Direct waar je baan over gaat. Maar je hebt zoiets, als categorie B-werk. Categorie B werkt geen waardecreatie, maar het is wel heel noodzakelijk dat je dat doet om met elkaar tot een goede A te komen. Dat is de ideale baan. Maar er blijkt ook nog zoiets te zijn als categorie C. En categorie C werken, dat is geen waardecreatie. En als we heel eerlijk zijn, is dat ook niet noodzakelijk dat we dat met elkaar doen. En helaas zitten we daar veel te vaak als kenniswerkers nog in dat element zitten we daar te werken. En dan hebben we het over onnodige administratielast, zinloze projecten die eindeloos doorlopen, maar vooral ook aan een overdaad en wildgroei aan mails en meetings. Want we zien nu, omdat we verder van elkaar af zijn komen te staan, meer op afstand gaan werken, we meer met elkaar moeten communiceren. En by default gaan we weer meer mailen
meer vergaderen. Terwijl dat niet de meest effectieve manier is. En de vraag is dus ook, welk perspectief pak jij in je werk? En daar gaat het tweede experiment over. En wat je daarvoor even moet doen, is even je handen wrijven. En selecteer dan even je dominante hand. Ezelsbrugje, als je rechts schrijft, is dat rechts. Pak dan je wijsvinger en teken de hoofdletter E op je voorhoofd. De hoofdletter E, teken die op je voorhoofd. Nou, dat gaat heel aardig. Een aantal mensen lopen compleet vast. Want hoe ga je die E tekenen? Dat is precies het experiment. Want dit gaat over welk perspectief jij van nature geneigd bent om te pakken. Teken je hem goed voor jezelf of heb je net een spiegelbeeld getekend, zodat ik hem net goed kon lezen? En wat zien we? We zijn heel erg geneigd soms om in ons werk die E voor onszelf te tekenen. Te verdedigen hoe jij altijd hebt gewerkt en het lekker bij het oude vertrouwde houden. Maar dan ben je op je input gefocust. We moeten die E weer veel vaker in spiegelbeeld tekenen en kijken wat heeft de ander aan ons werk? Wat heeft de klant aan onze manier van werken? Hoe zinvol zijn we op dit moment bezig? Want het gaat nogmaals om de output die je levert. En gelukkig zien we dat de technologie ons daar ook bij gaat helpen. Want C-werk kan gelukkig en geautomatiseerd, maar vooral ook geminimaliseerd worden. Prachtige ontwikkeling die daar onder andere voor gaande is. Leuk bedrijf Carve, die zijn bezig met het ontwikkelen van een AI workmate. Eigenlijk een soort digitale assistent die je gaat helpen om C-werk te elimineren. Prachtig voorbeeld daarvan hoe ze dat doen, bijvoorbeeld bij meetings. We zien allemaal, we zitten dagelijks veel in vergaderingen, maar hoe relevant zijn die eigenlijk? En moet je er altijd bij aanwezig zijn? En wat halen we eigenlijk uit een meeting? Carve die helpt je erbij om automatisch op basis van je functie en de projecten die je draait, notulen te maken van alle meetings die je bijwoont. Maar nog veel interessanter, ook van al die meetings die je in de toekomst niet meer bij gaat wonen. Je hoeft er niet meer bij te zijn om precies op basis van jouw functie en projecten de notulen te krijgen van al die overleggen. En weet dat meer dan de helft van de vergaderingen die je op dit moment waar je wel bij bent, die zijn niet zo relevant voor jou. Dus hoe lekker als je die kan skippen en vervolgens je focus op het aanwerk kan gaan leggen. Je hoeft dus in de toekomst niet altijd meer bij meetings te zijn. Het derde en laatste experiment. We zien dat de toekomst van ons werk gaat veranderen. Het wordt meer asynchroon. We gaan het niet meer op hetzelfde moment doen. Het wordt meer plaats- en tijd onafhankelijk. Het zal ook lang niet altijd meer 5 dagen beslaan. En we gaan veel meer op die output richten dan op die input. En dan is de vraag, hoe goed zijn we eigenlijk op dit moment ons in het aanpassen aan die toekomst van werk? En die organisaties, die teams die dat echt goed gaan doen, die gaan ook technologie daarbij omarmen. Die zijn adaptief, die kunnen makkelijk die technologie in hun manier van werken op dit moment implementeren. En dan wil ik eens even kijken tot slot hoe dat bij jou gaat. En dat gaan we doen aan de hand van, jawel, een raadsel. En dat zie je op de schermen staan. En bij dit raadseltje is de opdracht om de letters met elkaar te verbinden binnen het vlak. Maar de lijnen mogen elkaar niet kruisen. De opdracht dus, een lijn trekken van A naar A, een lijn trekken van B naar B en een derde lijn van C naar C. Allemaal binnen het vlak, ze mogen daar niet buiten. Met als belangrijke regel, die lijnen mogen elkaar niet kruisen. Kijk eens even of je dat op kan lossen. En die lijnen gaan niet door de lucht, niet door andere blokjes heen, het zijn geen stippellijnen. Dat is allemaal niet nodig. Kijk eens even of je dat onder die druk zo snel mogelijk een moeilijk breinbrekertje op kan lossen. Is er iemand hier die hem al ziet? Mijn wilde gok is dat jullie wel tot 2/3 zijn gekomen. Dat gaat heel aardig. Hè? A en B kunnen we met elkaar verbinden, maar bij C lopen we spaak. En dit gaat precies over experimenteren, over hoe je nu al bezig bent met de toekomst van je werk. Niet door een plan te hebben over hoe het eruit moet komen te zien, of die oplossing al voor ogen te hebben, maar door nu in beweging te komen zonder dat je die oplossing hebt. Dat is waar de toekomst van werk over gaat. In beweging komen zonder dat je de oplossing per se ziet. En daar gaat dit raadseltje ook over. Want wat als je die eerste 2 cirkels, die iedereen hier in zijn hoofd heeft getekend, gewoon eens in de praktijk had gebracht. Gewoon eens was gaan proberen, experimenteren. Deze halve cirkel had iedereen in zijn hoofd getrokken. Tweede halve cirkel ook. En in je hoofd zeg je dan, het lukt niet meer. Maar als je dat dus ook gewoon al experimenterend op de plaats ziet staan, dan zie je dat er wel degelijk ruimte is om C met C met elkaar te verbinden. Dat ga je in je hoofd bijna niet kunnen oplossen. Doe het in de praktijk, wordt het in één keer volstrekt simpel. En dat is waar de toekomst van werk vandaag de dag over gaat. Niet door in je hoofd te blijven hangen, want in je hoofd vind je meer vragen, antwoorden komen door in beweging te zijn. Dus die teams, organisaties die nu zoveel mogelijk in beweging zijn en daar technologie bij omarmen, die gaan echt een groot verschil maken. Niet doordat ze de oplossing hebben, maar doordat ze die gaan creëren door in beweging te zijn. En de uitnodiging die je dus vandaag de dag krijgt, van de tijd waarop je op dit moment werkt en leeft, die is om niet zozeer meer de uitvoerder van je werk te zijn, waarbij je de oogkleppen op hebt en klakkeloos altijd maar blijft uitvoeren wat er van je gevraagd wordt, maar juist de uitvinder van je werk te zijn. En af en toe weer even stil te staan en je de vraag te stellen, waarom doen we eigenlijk dit zoals we dat doen? En hoe vaker je dat doet, hoe meer je kansen je gaat zien om te innoveren in je eigen werk en daarmee de toekomst van werk naar de dag van vandaag haalt. Succes daarbij. Dankjewel.